super irritant vind. Maar die kutkinderen vind ik irritant, joh. Wat? Die kutkinderen, je weet wat ik bedoel toch? Die kutkinderen die gaan janken om chips. Die fucking supermarkt van die kutkinderen. Die gaan fucking irritant. Ik wil chips! Oh, yo! Kom eraan, man. Zie je zo. Wakka mijn man! Rustig man, met jou. Lekker bro! Goed je te zien, jongen. Hey, wat lekker hier, hè? Ja man! Godzame. Dit is mijn casa, jongen. Ik rijd lekker elektrisch, jongen. Ja, hè? Elektrisch, hè? Ja, lekker, jongen. Beter. Heel beter, man. Maar dat tanken word je gek, man. Ja, word je gek, man. Hiervoor had ik 7 serie, man. Ja? Hiervoor had ik 7 serie, maar zalige tank word ik helemaal gek van, jongen. Dat kost veel geld, hè? Kost veel te veel. Doe maar lekker elektrisch, jongen. Heerlijk. Ja. De snelheid, de kracht. Prima. Ja, dat is goed, hè? Ik heb zitten, bicep, jongen, en dan ben je er. Voor mij is het niks meer, man. Ik ben druk, je moet weer beginnen met trainen. Jij traint veel, hè? 5 keer in de week, bro. Oh. Wat doe je, boksen ook? Kickboksen? Boksen ook, ja. Ja. En fitness? Ja, maar vooral fitness, man. Ja, hè? Ja, vooral fitness. Lekker, man. En je vrouwtje. En je vrouwtje ook trainen? Ja, man, 5 keer in de week, man. Ja? Zeker, 16 juli trouwen. Oh, mooi. Groot feest hier. Groot feest hier, ja. Ja, veel mensen uitgenodigd. Kost alleen maar geld, hè. Zij is grappig. Zij belde mij nog laatst van, schat, ga je mee naar de taart uitzoeken? Ik zeg, wat moet ik gaan doen met de taart? Ja. Wat moet ik gaan doen? Toen zei ze, ja, dan kun je proeven. Ik zeg, ik zeg, die taart is waarschijnlijk zoet. Wat moet ik komen doen? Het gaat eruit hoe die eruit ziet, toch? Dat het mooi is dat mensen het zien en zo even snijden. Je gaat er niet eten. Alles ik tenminste, ik niet. Ik weet hem ook niet, al is hij paars met gele snippen. Ja, maakt niks uit. Maakt niks uit. Ik weet er alleen dat ik hem af moet tikken, dat weet ik. Ja, alleen maar betalen. Godsamme. Ik ben lang met je vrouwtje samen? Ja, ruim 8 jaar, man. Oh, leuk. Zijn je Nederlands? Helemaal Nederlands? Nou, mensen denken altijd dat ze uit Oost-Europa komt. Ja, ze heeft wel een Oostblok. Dadelijk heb ik het weer gedaan. Nee, maar het lijkt alsof hij uit Oost-Europa komt, maar ze komt gewoon uit Nederland hier. Oh, Ayla, hè? Ayla, ja. Wat weet jij veel van mijn vrouw, jij rotzak, hè? Nee. Hup, dame, man. Ik heb gekeken op jouw Instagram. Ja, jij doet toch altijd oude hoeren met je vrouw. Wij zijn eigenlijk best hetzelfde, want jij laat ook altijd je vrouw schrikken en zo. Ja, dat is wel leuk om te zien. Ja, dat is mooi, man. Ik geniet daar echt van, hè? Ja, ik ook, joh. Oh, heerlijk. Als ze dan gaat schreeuwen, joh. Helemaal gek met ze. Geweldig. Had je ook gezien wat ik gisteren had gedaan? Gisteren had ik haar een fles gegeven, daar had die fles vast. En ik zeg, schat, moet je je voorstellen, die fles die je nou vast hebt, dat is mijn hart. Ja. Hij zegt, oké. Ik zeg, nou, als wij ruzie hebben, dan doet dat mij zeer, hè? Mijn hart doet dat pijn. Dus knijp maar even in die fles. Ik zeg, oké. En dan gaan we slapen, hebben we het nog steeds niet uitgesproken. Doet mij nog steeds zeer. Knijp nog harder in die fles. Zij knijpt nog harder in die fles. Heel dat plastic flesje helemaal plat. Ik zeg, blaas eens in die fles. Zij blaast in die fles. Ik zeg, conclusie van dit verhaal. Hey, seksuele handeling. Los alles op. Dat is gedaan. Nog steeds ruzie. Wat gek, joh. Oh, mooi. Let op, werkzaamheden. Oh, werkzaamheden. Laat me niet door. Je moet je doen. Ga ik doen. Zo, dat is lang geleden, man. Dus, iets over. Het is wel een kwaadje. Wat kwaadje. Is dat mooi? Nee, vooral op het moment dat ze blazen en hun ogen zien van kut. Ja, klotzak. Hey, mooi, hè? Maak pijn, jongen. Wat ben je gek. Ja, lekker, jongen. Doet ze dat steeds onderzettetjes maken ook? Ja, ze maakt veel onderzettetjes, ja. Mooi, hè? Klopt, ja. Doet ze helemaal schuren en zo, hè? Schuren, jongen. Schuurt door het hele huis, man. Ik heb zo'n groot huis en nog steeds die dingen liggen overal, man. Ik zag jou ook dat je zo, dat je zoon gewoon daar op de grond lag met krijt. Komt je vrouw binnen? Wat ben je aan het doen, gek? Hij zelf ook liggen, toch? Dan ging je
Je ziet al dat ik met krijt in de huiskamer ga liggen. Dan. Mijn vrouw werd helemaal gek. Die idioot deed erop. Zij wordt helemaal gek. Oh, wat mooi. Mijn vrouw werd helemaal gek. Ik zag die krijtje liggen, want het was regenen buiten. Ja, ja, ja. Ik denk, wacht even. Wacht even, laat ze maar binnen spelen. Die kinderen. Oh. Oh, en die kinderen, die namen ervan, jongen. Die dachten, hé. Hey. Werkzaamheden. Flitsmeister. Anders gaat hij elke keer doorheen praten. Ik rijd nooit hard hoor, maar ik heb gewoon aanstappen. Leuk. Is wel leuk, jongen. Die, mijn vrouw laat zich gek genieten van je. Ja, hè? Ah, is leuk. Oh, werelds. Maar jullie hebben echt een mooie band samen. Ik zie dat ook met mijn vrouw. We hebben wel hetzelfde soort relatie ook. Gewoon ouwe hoer met elkaar. Ja, dat is belangrijk, toch? Ja, ik merk gewoon dat ik daar heel erg. Ik ga ook met haar op stap. Vrienden van mij die kunnen niet op stap of zo. Met zijn vrouwtje. Met vrouwtje, dus, of met vrienden. Of met haar dan, zeg maar. Maar voor mij, als ik moet kiezen echt met vrienden weg of met haar weg, dan ga ik liever met haar weg, man. Met vrienden is ook wel leuk, maar met haar, ik lach me eigenlijk kapot, jongen. Ja, dat is dan mooi. Ik ken alleen maar ouwe hoeren met haar. Alleen maar ouwe hoeren, mensen kijken. Ja. Leuk is dat op het terrasje zitten, lekker mensen kijken en zo. Vraag ze aan mij, zou je haar doen? Vraag ze aan mij. Nee, nee, ja? Ik zo, maar. Maar ik zeg dan altijd tegen haar, als een man, ik zou, ja, zei ze, ja, jij zou alles kunnen doen. Ik zeg, ja, maar voor een man, als een man zegt, ik ben aangerand, hè. Dan ben ik als vrouw ben wel heel lullig. Dan mag je zelf wel in de spiegel kijken. Maar dat is wel lullig, hoor. Als een man zegt, ik ben aangerand, dat is echt zo. Dan ben je lullig, hoor. Ja, dan ben je echt lelijk. Onze standaard is vrij laag, hè. Kijk, gasten. Maar wij kijken niet zo nauw, toch? Ja, kom maar dan. Wij kijken niet zo nauw. Nee, dat moet ik eruit te leggen. Ja, ja. Kijk, genoeg maten van mij. Ik zeg, zou je haar doen? We zitten op het terras, zou je haar doen? Nee, nee, maar zou ik niet doen. Ik zeg, we hebben gewoon een vast bedrag, hè. Zitten op het terras met z'n allen. Komen van die lillijke omaatjes komen voorbij. Ja, ja, ja. Echt heel oud, hè. Ik zeg, zou je dat omaatje doen? Nee, doe normaal, man. 10.000 euro. Nee, doe normaal, man. Op een gegeven moment zit het op 100.000 euro. Hij zegt, nou. Nou, 100.000? Ah, doe ik wel een keertje. Alles erop en eraan, hoor. Gewoon ben voor alles. Dat moet, hè. Dat is een vereiste. Oh, vies rikken, joh. Zo makkelijk over te halen, die gast, joh. Alle mannen zijn hetzelfde. Mannen zijn simpel. Ik had een discussie met de vrouw een keer. Want zij zei tegen mij, schat, binnenkort komen ze aan de deur, hè? Ik zeg, wie? Ja. We hebben twee dochters, hè, en een zoon. Hij zegt, ja, binnenkort komen ze aan de deur. Ik zeg, wie komt aan de deur? Ja, als ze 14, 15 zo, dan komen de jongens aan de deur. Ik zeg, ik denk niet. Er komt geen jongen aan de deur. Zij zegt, ja, schat, ze kunnen beter binnenseks hebben als buiten. Ik zeg, dat gaat nooit. Never. Echt niet. Ze heeft gelijk, de ene kan wel, maar dat kan ik niet doen, man. Nee, dus dat ik gewoon beneden zit, tv te kijken en dat boven mijn kopje krikt wordt. Zout is op. Nooit. Je weet dat je hebt het zelf ook meegemaakt, dus je weet precies hoe het gaat. Ik heb het ook gedaan. Ja, ik ook. kom even koffie drinken. Ja, kom even drinken. Ja, is goed. Zullen we even naar de slaapkamer gaan? Kijk, dit is mijn kamer. Vader, moeder, gewoon beneden. Ja, mooie kamer heb je, hoor. Ik kwam beneden en van de trap af. Ja, dat is een mooie kamer heb je, hoor. Echt, hoor. Heel mooi gedaan en zo. Ja. Nee, dat kan niet. Dat kan nee. Maar wat dan? Wat zou je dan doen? Zou je dan gewoon... Dan vroeg ze ook aan mij, wat wil je dan? Dat ze het buiten doen. Ik zeg ja, in de zandbak. Deed je vroeger ook. Gewoon in de zandbak, in de auto. Gebeurt ook wel eens. Maar niet thuis? Ja. Niet dat je denkt van, net zoals met drank en zo, alcohol. Ik heb liever dat ze thuis drinken, maar dat ze weggaan. Dat wel, ja. Dat wel. Ja. Toen zei ze tegen mij van, ze kunnen het beter binnen doen. Dus ik zeg tegen haar, nee, allemaal moeilijk. Vrouwen vind ik gewoon lastig en mijn dochters vind ik gewoon moeilijk. Ja. Toen zei ik tegen haar, maar als onze zoon thuis komt met een chick, dan zeg ik tegen mijn man, nee, ik heb een kanon klaargelegd voor jou. Toen werd ze gek, hè? Hij zei, nee, dat gaan we ook niet doen. Ik zeg tegen haar, dat is anders. Ik vind mannen toch anders, een ander verhaal. Ja, hè? Dat is ook anders. Ja, ik vind het ook, ik heb alleen maar dochters, jongen. Dus... Voor mij is het helemaal... Voor jou wordt het echt fucked up? Ja, man. Hoeveel dochters heb je? Vijf. Maar voor jou wordt kei fucked up? Ik heb eentje van 19, 17, 15, 10 en 9. Oeh. Jij gaat het zwaar krijgen, bro. Jij gaat het zwaar krijgen, man. Vooral jij herkent ze alle, die gladjakkers. Ja, die gladjakkers. Ja, die hebben precies hoe wij waren. Die herken je, die pik je gelijk eruit. Ik denk, jij vuile hond. Die pik je er gelijk uit. Je ziet al hoe ze zijn. Heel smooth, aardig en shit. Ja, maar je weet, ondertussen denkt ze alleen maar aan deze. Gaat die dochter knallen? Oh, die gedachte alleen al, joh.
Maar ja, het zijn ook mensen, kinderen. Ze worden volwassenen. Het hoort erbij. Als ze maar niet te vroeg doen, dan vind ik het goed. Welke leeftijd accepteer jij dan? Denk maar. Ja, 17 of zo, 18. 17, 18, zo. Wat fucked up, man? 14. 14? Godverdomme, ik was 9, ben ik ontmaagd. Moet ik denken aan de Antilliaanse maat van mij. Ja. Ik vroeg hem, hey Juni, wanneer was je ontmaakt? Maar hij zei, ik was 6. Ik zeg, dat kan nooit. Hij zei, dat kan nooit. Ik was 6. Wat een held, jongen. Hey, heb je een... Zit je in de keukens nu of zo? Badkamers, man. Badkamers. Ja man, door corona ben ik gaan ondernemen, maar corona was natuurlijk niet gezellig, hè? Was geen leuke periode. Nee. Kon niet spelen, moeder ook kwijt, overleden. Ja. Dus ja, ups en downs, weet je, ja, op het podium staan, dat ging natuurlijk niet, maar dat kon ik niet, want moeder was overleden, dus even jokes gaan vertellen, dat ging even niet. Nee, dat past niet. Nee, mijn moeder zou wel willen dat ik gewoon door zou gaan natuurlijk, dus ja, toen ben ik de badkamers ingegaan, gaan ondernemen, ja. Want ik kon toch niet op het podium staan. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, man. Nu heb ik 2 badkamerzaken, een club in Bokstel, er komt nog een bedrijf bij. Den Bosch eentje. Den Bosch eentje, Tilburg eentje en in Bokstel heb ik een kroeg. Nou, een kroeg, club. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, klein als een kroeg, maar groot als een club, zeg maar, zeg ik altijd maar. Oké. Okay. Gaat lekker, hè? Ja, alleen grappig zijn gaat niet helpen, jongen. Op een gegeven moment komen er nieuwe mensen en die zijn grappiger of jong, jeugd, weet je, en dan is het ook gauw klaar met je, ja, snap je? Ja, ja. Dus ja. Ondernemer. Ja, ik ben ondernemer geworden, man. Mooi, man. Ja, zo beter, ja. Dus ja, ik had heel trots. Jammer dat mijn moeder dat niet heeft meegekregen. Ja. Maar het heeft me wel heel veel gebracht, ja, gelukkig. De coronaperiode. Als corona er niet was, dan had ik dit nooit gedaan. Nee. Dan was je gewoon doorgaan in waar je in zat, toch? Ja, alleen maar mensen laten lachen en grappen maken. Maar ja. Nu heb je gewoon vast inkomen uit 2-3 bedrijven, snap je? Dat is wel chill. Ja, en sta je daar ook wel eens zelf? In de winkels? Heel soms. Geld ophalen. Nee, dat hoeft niet. Gewoon mijn telefoontje komen horen. Even checken. Nee, maar dat is toch fijn. Ik heb hier 3 passen. Ah, dat is niet normaal. 3 zakelijke passen? 3 zakelijke pasjes, ja. Lekker, man. Het zal wel zwaar zijn, hè, die telefoon. Oh, ik heb mijn hulp. Jij gaat ook lekker, jij, hè? Ja, maar het gaat wel lekker, man. Je mag niet klagen. M8, doe maar, jongen. Ja. Jij bent wel ook van de auto's wel, toch? Zeker, man. Auto en voetbal. Tesla en vrouwen niet. Nee. Maar Tesla. Je vrouw kijkt ook. Heila. Jij mag ook in een auto. Dan mag je alles over hem vertellen. Ik zie het je. En dan mag je ook over je onderzetjes praten. De hele schuur ligt vol, toch? Met die onderzetjes. De hele dag schuren. Dan hoort ze niks, hè? Dan hoort ze jachtig zeik niet. Daarom is ze aan het schuren, snap je het niet? Ja, ze zijn inderdaad de hele dag aan het schuren, ja. Stop overal. Fuck. Jonge man. Hey, werkt zij ook of is ze alleen maar aan het schuren? Met dat ding bedoel ik. Ze is bezig met zijn verkoopt schilderijen. Ze doet het heel goed, hoor. Ja? Ja, ik ben heel trots op haar. Mooi, man. Ze had al gekken op een stokkie, maar ze was eerst sportlerares. Ze gaf van die Zumba-lessen. En dat vond ze helemaal niet leuk. Nee. Maar uiteindelijk vond ze niet tof meer. Toen heeft ze het over een ander boek gegooid. Is ze gaan kijken hoe dat moest. YouTube een beetje. En toen is ze het zelf gaan proberen. En uiteindelijk kunstenares geworden. Ze verkoopt schilderijen aan de lopende band. Meen je? Zeker, man. Is het aan huis gewoon? Of gewoon? Aan huis, ja. De hele, dat bijstuk dan bij mij. Was daar een mancave voor? Nou. Ja. Even niet. Even wachten, jongen. Even wachten. Is je een mancave geworden? Ja. Nee, ik denk het niet. Maar wat doe jij dan precies? Alleen, je doet... deze ding, maar wat wil je nog meer gaan doen? Wil je nog op televisie iets, een programma maken of zo? Of vind je het wel goed zo? Ja, ik heb wel doelstellingen, hoor. Ik wil uiteindelijk gaan presenteren. Ik heb wel programma's gepresenteerd, maar ik wil echt gaan presenteren. Ik ontwikkel programma's. Oké. Dus ik wil wel heel veel dingen gaan doen, maar ik heb ook gekeken sinds mijn moeder overleden is. Het is ook af en toe goed om even terug te kijken en wat je hebt gedaan. Hè? We zijn allemaal druk bezig en we willen allemaal meer en meer. Maar laatst zat ik op de bank en de kinderen in de tuin aan het spelen. Ik ging in de opening staan. Ik heb 2 schuifdeuren. Ik ging in de rechter schuifdeur staan. Ik kijk de tuin in. Ik heb 5000 vierkante meter in de tuin. Dus ik kijk de tuin in. Ik zie de kinderen spelen. Een mooi grasveldje. Zonnetje scheen. Dat is het. Dat is het mooiste wat er is. Alles, iedereen gezond. Ja. Wat moet je nog meer?
We moeten nog meer, ja. Dus ja. We kunnen wel allemaal hoop willen, natuurlijk. Ja, meer financiën, maar... Ah, ik ben een rijk man, man. Ja, ja, dat is mooi, man. Gezond. Is mooi. Ik ben eigenlijk al tevreden, maar ik wil altijd meer. Ik vind ondernemen leuk. Ja. Maar ik besef wel heel goed dat ik best tevreden ben met mijn best. Ja, man. Ja. Heel veel gasten en dames die beseffen niet wat ze hebben. Mooi. Het is mooi dat jij dat wel beseft, dat je gewoon weet van oké, dit is wat ik heb en ik ben er heel blij mee en ik ben gezond en dit en dat. En niet dat je dat alleen maar meer en meer en meer wilt, dat je stress krijgt, weet je wel. Als je alleen maar druk bent, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zes en zo, word je toch gek? Ja, ik heb ook geen tijd meer voor, vroeger maakte ik me zo druk om de meningen van anderen. En ja, ik hoor, weet je, sinds mijn moeder overleden is, weet je, ik heb geen tijd daarvoor, jongen. Het allerbelangrijkste zijn mijn vrienden, familie, kinderen, broers, weet je, en de rest. Weet je, laatst zei ik zat toch bij Johan Derks aan tafel toen met die NFL. Ja, en toen, denk een paar dagen geleden, vorige week ergens, zei René van der Gijp, ja, die Steven Brunswijk, die wil nooit meer aan tafel hebben, komt niks fatsoenlijks uit. Het was het dieptepunt om naast hem te zitten. Ja, ja. Toen werd ik aan alle kanten gevraagd, wat vond je ervan? Ik zeg, weet je, wat maakt het mij uit wat René van der Gijp van mij vindt? Ja. Hij is geen omzet voor mij. Nee. Ik ga niet meer of minder verdienen door hem. Wat ik altijd jou zeg, kinderen zijn gezond, weet je. We hebben allemaal bezig met andere mensen haten en dit en dat. En als ik morgen onder een vrachtwagen lig, dan is het, oh, het was toch een goede keer. Ja, dat is echt zo, hè. Ja, hè? Als er wat over, als je wat overkomt, dan is het, ja, was toch wel een goede kerel. Was toch een goede kerel, ik bedoel het niet zo, weet je. Dan denk ik neem het terug, dan, wat ik gezegd heb. Ik vind het echt zielig, dit en dat. Dus ik gun hem alle succes, weet je. Maar ik heb geen tijd voor haat of zo. Haat brengt zoveel. Ja. Nou, haat niet, maar negativiteit brengt zoveel. Hoe zeg je dat? Stress en nepper. Je hebt daar niks aan. Je bent bezig met dingen die wat helemaal niet belangrijk is. Je hebt er helemaal niks aan. Het brengt je dan niks om daarmee bezig te zijn, weet je? Dus ik vind het. Nog op zo'n koek. Zitten we? Ik denk, ga je even door hier. God, is het Dongen? Is het Dongen? Dingen Dongen? Nee, je rijdt nou richting, richting Breda. Oh! Mag ook, waar je wilt. Oh, moet jij nog, wat doen we daar? Doe maar niet, man. Hij verneukt gewoon een Brabants accent in 2 seconden, man. Mooi, hè? Zo, knalt hem gewoon richting België. Wat voor Vlaams? Hey, we hadden het Dongen, jongen. Zaten we aan het Dongen? Oh nee, 12. 17 kilometer, jongen. Dongen. Wat ga je vandaag nog doen dan? Vandaag? Ik denk dat ik vandaag lekker met de kids ga spelen. Ja? Ja, man, die dagen. Ik heb bewust gewoon dagen dat ik lekker de kinderen ga ophalen. Vind ik lekker, jongen. Oh. Kinderen ophalen op school. Alright, jij denkt overal aan, bro. Tuurlijk. Als je een watertje wilt, dan neem ik altijd mee, hè. Alright. Niet gesponsord of zo, hè. Voor mensen zeggen, gesponsord door Spa. Nee, man. Gewoon koop bij de Shell. Godverdomme, wat mama. We hebben toch gesponsord, die gek. Zeg alles. Ja, nee, alleen Spa niet. Mensen zijn ook fucking irritant. Alsof als ik iets wil dragen. Dit is ook gesponsord van Confirm. Dus, dit is een jeugdvriend van mij. Ja? Een jeugdvriend van mij is vanaf de middelbare school al zijn wij goede vrienden. Ja. En die jongen die heeft een merk gestart, Confirm. En ik draag dat merk vaak. Gewoon om elkaar een beetje te helpen. Tuurlijk, die jongen man. Is nou heel groot geworden. Hij is een groot merk geworden, Confirm. Ja, ja, ja. Mensen zeggen, ja, dat krijg je. Ik zeg, maar ik weet je fucking hell. Mag ik dat merk dragen of niet? Ja, tuurlijk. Je mag doen wat je wil. Als vrij leven. Zo zijn mensen. Als hun in mijn schoenen zouden staan en iemand zegt, hier heb je gratis kleding. Moet je kijken hoe snel ze ja zouden zeggen. Dan gaan halen ze het op. Ik kan niet wachten. Hoe laat komt er met de street met de post? Ja, laat me liggen, ik kom eraan. Gierig toch? Boetes pakken alles. Gekke mensen, man. Jongen, man. Shit, man. Ja, ik wist dat ik wel zou kunnen lachen met jou, ja. Even iets. Wat ook een mooi verhaal vond van jouw vader. Mijn vader was net in Nederland en hij werd verschrikkelijk racistisch behandeld. En hij zei iets heel moois tegen mij. Toen hij net in Nederland was, werkte hij in een soort vleesfabriek of zo. Toen was er een groepje wat hem altijd racistisch behandelde. Ja. En die zei altijd tegen mijn vuile aap, zwarte, wat doe je hier, wil je een banaan, dat soort dingen, heel veel. Toen vertelde hij me dat. Toen zei ik van, ja, maar hoe heb je dat gedaan? Wat heb je gedaan om dat pijnlijk? Toen zei hij tegen mij, ja. Dat was heel pijnlijk, maar ik had andere dingen aan mijn hoofd. Ik zeg, hoe bedoel je? Zeg je nou?
Jullie waren in Suriname, dat was oorlogsgebied toen. Dat betekent, ik had belangrijke dingen als een, iemand die zo achterlijk is, die dom praat. Ja. Ik heb daar geen tijd voor, zei hij. Nee. Toen zei hij letterlijk tegen die vent, zei hij, nou prima dat je mij een achterlijke zwarte, prima, maar mijn kinderen zijn in oorlogsgebied, ik moet werken om tickets te betalen. Dus als je het niet erg vindt, ik moet gaan werken. Ja. Ah, dat is en daar nooit meer last van gehad, hè? Nee. Geen last meer van gehad. Nee. Op die werkvloer dan. Maar ja, bij een andere fabriek begon het weer overnieuw, maar daar had hij er geen last meer van. En daar zoveel energie haal ik daaruit, ja, man. Ja. Zo van, dit is te belangrijk om me druk te maken om iemand anders die dat iets doms zegt. Ja, want de wereld van die persoon die is zo klein. Ja, ja, je hebt zo'n kleine wereld. Ja. Hetzelfde als mensen die zeggen, ja, het zijn allemaal... Die denken niet verder, die hebben het leven. Die denken niet verder. Heel veel mensen roepen in Nederland, ja, het zijn allemaal gelukzoekers. Een mens wil per definitie geluk. Wat wil je dan? Ik ga naar een ongelukkig gebied. Ik word ongelukkig. Ja, we gaan naar oorlogsgebied. Laten we ons even afschieten. Ja. Logisch. Ik ben ook een gelukzoeker. Als ik hier niet gelukkig ben, dan ga ik naar een land waar ik gelukkig kan zijn. Ja, tuurlijk. Tuurlijk zijn het gelukzoekers. Dat iedereen doet toch? Dat zo doet iedereen. Ik ben achterlijk. Ik geef die mensen groot gelijk. Ja. Hey, in Nederland heb ik gehoord dat mensen dan heel gelukkig zijn. Weet je wat? We gaan allemaal naar Nederland. Natuurlijk. Ik geef die mensen groot gelijk. Ik zeg ook wel, iedereen die hier komt, gewoon aan de regels houden, werken. Tuurlijk, dat geldt voor iedereen. Wit, zwart, groen, geel, paars. Ja. Maar ik vind de wereld is van iedereen. Tuurlijk, zo is het toch ook. De wereld is van iedereen. Zo is het 100%, precies wat jij zegt. Je moet allemaal belasting betalen, moet allemaal werken, moet allemaal aan de regels houden. En dan is... Vooral dat belasting betalen, jongen. Oh. Word ik toch helemaal simpel van, man. Gewoon werken voor de belastingdienst. Vroeger zei ik van, als je zoveel verdient, hè, waarom ontwijken dan bedrijven en gasten die zoveel verdienen met voetbal, waarom ontwijken ze de belasting? Je moet gewoon betalen. Maar nu denk ik, ik geef ze groot gelijk als ze dat doen, man. Ja. Fuck, man. Ja, tuurlijk. Nu snap ik, nu komt het bij mij af en toe ook al wat binnen. Ja. Ik heb nog geen tsunami, maar ik heb wel een brede beek, zeg maar. Een beekje. Ja, dat is toch goed? Ja, dat is steeds breder. Als het goed is. Hey, maar dat is zo. Kijk, heel veel gasten gaan Monaco wonen, zo verstappen ook. Ook gewoon voor belasting, hè? Ja, daar geen belasting. Ik snap dat heel erg goed, man. Kan je de helft of meer dan de helft afstaan, nee? Godverdomme, ik ben helemaal gek van. Dus mijn drijfveer om succesvol te worden, te blijven, dat komt van iets anders, man. Ik heb namelijk een andere drijfveer. Mijn ouders zijn die doorzetters, man. Ja, ja. Mijn moeder is er niet meer, maar mijn vader is een bikkel, man. Push it, hossela, man. Mooi. Hey, en hoe ben je daarmee omgegaan toen je moeder overleed? Mijn gezin, man, die heeft mij gered, bro. Ja? Kinderen, man. Kinderen hebben schijt, hè. Kleine kinderen hebben geen tijd voor jou gejank. Nee. Volgende ochtend, ik had in de avond zitten janken, volgende ochtend kwamen de kinderen. Papa, wat gaan we doen vandaag, maat? Ja. Circus City, indoor speelparadijs. Gaan we naar het zwembad? Ja. Wat gaan we doen, vriend? Ja. Zit er een beetje, je hangt als een zoutzak bij, maar... Vriend! We moeten door, vriend. Ja, dus die hebben mij eruit getrokken, man. Ja. Zonder dat ze het zelf doorhebben, natuurlijk. Ja, precies. Ja, dus dat vond ik wel. Ik ben blij dat ik kinderen heb, man. Ja. Soms kan ik ze wel achter een behang plakken, vriend. Ik ook. Fucking irritant. Weet je wat ik irritant vind? Maar die kutkinderen vind ik irritant, joh. Dat is wat. Maar die kutkinderen, je weet wat ik bedoel? Toch? Die kutkinderen die gaan janken om chips. In de fucking supermarkt. Van die kutkinderen. Die van fucking irritant. Chips! Oh, jongen. Ik krijg genoeg met die zakjes chips. Ik heb daar een grap over, hè. Dat ik zeg van die kutkinderen. Je kent die kinderen wel die gaan janken om chips. En het liefst zou je ze dan gewoon tussen de chips willen trappen als niemand kijkt. Hier heb je chips, vol, matjes 40 op je rug, veilig, tering vent. Niet zou je dat willen doen, ja, ja. Soms word je gek ervan, hè. Ik zie het, ik ook, hoor. Kijk, die van mij ook, als ze laat naar bed gaan, maar dat is echt vervelend, hè, te laat. Maar als ik niet thuis ben, dan gaan die kinderen luisteren naar de moeder, dus dan kom ik pas om 12 uur thuis, gaan ze naar bed. Moet ze ochtends om 7 uur op, als ze naar school. En dan komen ze uit school, zijn ze helemaal kapot, en gaan ze lopen zeiken. Mag ik niet in? Ik mag het nooit gaan. Daar boven, oprotten! Laat me met rust! Oh, ik kan er ook niet tegen, joh. Ik kan niet tegen anderen. Ik ken niet tegen jankende kinderen. Wat ik ook irritant vind, ouders die mij vragen. Vooral moeders doen dat. Die vragen mij dan: ja, goh, op wie lijkt die? Vragen ze me. Op wie lijkt die? Ja. Ik zeg dan: oh ja, mooie ogen of zo. Maar soms denk ik: een kind is 3 uur oud, maar lijkt op een fucking aardappel. Uit mijn ogen. Dit begint altijd, hè? Oh ja, daar is die. Zie je? Kijk toch? Zie je toch?
Hele art. Vind je mooi? Heel mooi. Het was gezellig, man. Ik heb gelachen met je, bro. Het was gezellig. Later. Ik spreek je. Yo, bedankt. Oh, wat geweldig. Mooie aflevering dit, man. Mooi kerel, jongen. Echt. Heerlijk. Lekker normaal, joh. Super vet. Mooi. Later. Yes!